Bombini, welkom op Curaçao. In het hartje van Willemstad, de hoofdstad van Curaçao, staat het Renaissance Hotel. Dit 5-sterren hotel behoort tot het Marriott Concern en is de plek waar Daphne stage loopt in het kader van haar studie aan Hogeschool Tio. Hallo, good morning. Daphne loopt een front office stage. Ze is daarmee het visitekaartje van het hotel. Ze ontvangt de gasten, verzorgt het in- en uitchecken, beantwoordt waar mogelijk vragen en verzoeken. Ze zorgt er kortom voor dat de gasten het uitstekend naar hun zin hebben. Je begint bij de back office. Dan ga je met collega's meelopen. Dat duurt ongeveer een maand. En hoe verder je komt met je stage, hoe meer je alleen staat. Daphne is vanochtend om 7 uur begonnen. Ja? Goedemorgen, Daphne. Goedemorgen. Ik heb net geklokt, dan weet ze hoe laat ik binnenkom. Daarna treft ze back office de voorbereiding voor het in- en uitchecken van de gasten. Ik ga nou de VIP-briefjes klaarmaken voor de VIP-gasten hier in het hotel. Hallo, good morning. Welkom bij het Renaissance Hotel, meneer. Als u even wil kijken of de bovenstaande informatie juist is. Alsjeblieft. Ja, ik vind dat het wel goed aansluit met de vakken op Tio. Vooral de talen natuurlijk, de front office skills en gewoon de theorie van room division. We have a pharmacy here and there. Waarom heeft Daphne gekozen voor een opleiding aan Hogeschool Tio? We wilden graag een managementopleiding doen en in de hotelbranche en versneld. En Tio heeft dat alle drie. Wat heeft ze geleerd van deze stage op Curaçao? Ik vind dat je hier heel zelfstandig van wordt. Je moet zelf initiatief nemen en dat heb ik denk ik wel het meest geleerd. Ja, ik vind mijn stage wel heel erg leuk hier. Ik leer veel nieuwe dingen, nieuwe mensen, nieuwe cultuur. Ja.